Ik ben Roel Kozen, 40 jaar en bestuurder van Alterm. Alterm is een familiebedrijf opgericht in 1974 en we zijn gespecialiseerd in verschillende isolatietechnieken. En als tweede generatie hebben we de kans om verder te bouwen op de fundamenten van onze eerste generatie en met het oog op de toekomst, op een ecologische toekomst voor onze kinderen. Als jong ondernemer tracht ik de circulariteit te omarmen en te kijken naar nieuwe technieken in de isolatiesector. Wij kijken na wat de mogelijkheden zijn en binnen welke technisch kader wij nieuwe technieken gaan kunnen implementeren. Ik denk dat onze kennis van isolatie onze sterkste meerwaarde is naar onze klanten. En die zijn dan architecten, aannemers, particulier en openbare bestuur. Vandaag isoleren we op een heel andere manier als 10 jaar geleden. We proberen onze jongens intern op te leiden via interne opleidingen binnen het bedrijf. Maar ze volgen ook externe opleidingen via de Confederatie Bouw of andere vakorganisaties zoals Constructief, die ons daarin begeleiden. We trachten als bedrijf horizontaal te ondernemen. Dat we proberen zo dicht mogelijk tegen onze jongens te staan. En dat we eigenlijk proberen aan te voelen hoe dat wij hun processen kunnen verbeteren, op de werf ook. Ik ben nu ongeveer 10 jaar actief als jong CBL'er, als bestuurslid. En ik vind het fantastisch dat ik zelf heb kunnen ontwikkelen, mezelf kon ontwikkelen binnen dat lerend netwerk. Het zijn echt vrienden geworden, waar we met onze specifieke vragen en behoeftes terecht kunnen. Maar ik zou alle jonge bouwondernemers adviseren om zich aan te sluiten binnen een jongerenkamer, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien en een netwerk kunnen aanleggen waar dat ze kunnen bellen of contacteren als ze vragen zouden hebben. De jongerenkamer is eigenlijk een heel amusante omgeving waar je zelf kan bijleren en je ervaringen kunt delen. En binnen een leuk kader met leuke activiteiten maakt dat je altijd wel iemand kan te hulp snellen als er vragen zouden zijn. Maar jij krijgt ook heel veel ondersteuning als bestuurslid of als jong CBL'er